Michel van Smorenburg van het UWV Werkbedrijf. Tja, 2014, het jaar dat de werkloosheid nog steeds behoorlijk is. Maar u zegt, er zijn lichtpuntjes. Dit lijkt tot het jaar van de ommekeer. Ja, je kunt wel stellen dat 2014 het jaar van de ommekeer is. We zien nu al wat lichtpuntjes. Vacatures neemt toe. Het aantal WW-uitkeringen daalt. Uitzenduren neemt toe. Dus dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen. Maar we zien ook wel dat het aantal uitkeringen nog steeds hoog is. Werkloosheid nog hoog. En dat de markt nog niet helemaal hersteld is. Einde van dit jaar zitten er dik 70.000 Brabanders aan een uitkering. Dat is nog steeds behoorlijk. Ja. In internationaal opzicht valt het mee. Landelijk gezien is dit een behoorlijk aantal WW-uitkeringen. Geldt ook voor Noord-Brabant. Best veel WW-uitkeringen ook moeilijk om aan een baan te komen. Met name bijvoorbeeld voor ouderen blijft moeilijk om aan een baan te komen. 2015, dan lijkt het de goede kant op te gaan, maar dan moet je niet bij de overheid zijn, want daar gaan nog veel banen verdwijnen. Maar zeg maar, de commerciële, het zakelijke, de bedrijven, daar gaan banen ontstaan. Je zou kunnen zeggen dat dit een trendbreuk is. Decennia lang zag je de collectieve sector groeien. De overheid, hè? De overheid, de zorg groeide met 2-3% per jaar. Dat is verleden tijd, lijkt althans. En we zien nu eigenlijk de komende jaren, ook dit jaar al, de collectieve sector krimpen. Met name de zorg en het openbaar bestuur. Ja, er komen grote veranderingen in de zorg. Hè. Steeds minder instellingen, steeds minder banen. Tegelijkertijd zie je wel steeds meer ZZP'ers. En vreemd genoeg zie je ook daar vooral de stijging. En vooral het aantal tijdelijke banen zal gaan toenemen. Tijdelijke banen, nulurencontracten, uitzendwerk, daar zit ook heel veel stijging in. Maar ook zeker het aantal ZZP'ers, dat is de afgelopen jaren al enorm gestegen. Zelfstandige zonder personeel. Ja. Ja, zelfstandige zonder personeel. In de bouw bijvoorbeeld met 50%, dat is echt fors. Maar wat het positieve is, is dat we bijvoorbeeld in de bouw vanaf volgend jaar ook het aantal banen van werknemers zien stijgen. Dus dat is een positieve ontwikkeling. Is dit de spreekwoordelijke zwaluw die nog steeds geen zomer maakt? We wachten op die zwaluw. Het schiet nog niet erg op met de zomer, maar we zien wel degelijk lichtpuntjes. En hopelijk dat dit herstel goed doorzet. En dat biedt weer heel veel kansen voor werkzoekenden. Want 70.000 werklozen, dat is nog steeds op zijn Brabantse gezegd heel veel. Dat mag een stukje minder.